Hallo iedereen, ik ben Mathilde Klerk en vandaag ben ik hier met Lena. Hallo. Lena is een journaliste. Ik krijg vaak vragen binnen en hopelijk worden deze allemaal beantwoord in deze podcast vandaag. Top, we gaan eraan beginnen. Hè? Ja. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Hoe zit jij begonnen met fietsen? Ik denk dat, ik weet niet meer precies welke jaar dat was, maar ik was aan het kijken naar het wereldkampioenschap cyclocross in Zolder. En nog zo'n legendarisch moment, zo dat Mathieu in het wiel vast zat met zijn voet bij Wout. Yes. En Wout die dan won, en ik vond dat heel mooi. En toen heb ik dan op de verjaardag van papa heb ik een crossfiets gekregen. En ja, en toen ben ik zo begonnen met fietsen. Dus op de verjaardag van je papa kreeg jij een cadeau? Ja, ja, je zei iets dat hij een tekening ging gaan halen of zo, en dan kom je met die fiets af voor mij. Oké, okay, leuk. Ik wou dat ik ook cadeautjes kreeg op de verjaardag van mijn ouders. En hoe oud werd je toen? 9 jaar, denk ik. Ja, 9 jaar. Oké, okay, dus je bent 9 jaar, je ziet de cyclocross op tv, je denkt, wat dat Mathieu en Wout doen, dat wil ik ook heel graag doen. Ja, ik vond dat gewoon super chic en ik wil dat ook zelf proberen. Oké, okay, zellig, want op je 9 jaar, dan kun je misschien zo 3 jaar goed fietsen en dan meteen een cyclocrossfiets gekocht. En hoe begin je daar dan aan? Beginnen trainen, beginnen fietsen? Hoe leert je die fiets kennen? In het begin was het allemaal gewoon proberen, try and error, maar het was gewoon amuseren. Het was ook in een nevenbond waar ik was gestart. En de eerste crossfit in de dag dat ik zei tegen papa, ja, wat krijg ik als ik een top 3 rij? Ja, ik weet niet meer, ik ging alweer iets krijgen. Ik dacht helemaal dat ik daar dan zo ging worden. Ik was 34, dus kijk, ja, ambitieus zijn is dat moeten. En een beetje hoop erin houden. En je sprak van een nevenbond. Wat is dat precies? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Dat was de LRC, Landelijke Renners en Crossers. Oké. Okay. En dat waren eigenlijk gewoon wedstrijden allemaal in West- en Oost-Vlaanderen. Ja, en dat was gewoon heel leuk. Je kon daar starten met een mountainbike. Je mocht daar met alles starten. Maar iedereen kan daar starten, maar er is daar ook zeker wel kwaliteit. De keer dat je vooraan komt met de renners. Dus dat was wel leuk. Ja, ik denk dat jij daar het beste voorbeeld van bent. Hè? Dat er ook een kwaliteit bij de nevenbond mee is. Deed jij op dat moment eigenlijk ook nog andere sporten? Of heb je nog andere sporten geprobeerd? Ja, tennis heb ik redelijk lang gedaan. Ik denk 5 jaar of zo. Maar dan werd dan ook te moeilijk om te combineren. Ja, ik had ook gewoon geen tijd meer. En dan met middelbaar erbij. Dan deed ik ook nog... Dat was geen sport, maar ja, naar de muziekschool ging ik, maar dat was de zaterdag. Dus ja, dat ging, ik had al bijna altijd wedstrijd, dus dat ging dan ook niet meer. Ik speel wel nog altijd piano. Ik heb 15 minuten een voetbalcarrière gehad. Ik was daar niet zo goed in. Nee. En ik denk dat dat was, ja. En op die 15 minuten, wat ging er door je hoofd om? Hoe besefte je van dit? Dat was 3 jaar of zo. Ik weet dat niet meer. Oké, okay, leuk. Dus best veel geprobeerd en veel gedaan eigenlijk. Ja. Op welk moment had je door van die fiets, dat is toch wel echt iets voor mij, of dat is toch wel veel meer mijn ding dan de tennis, bijvoorbeeld? Ik denk, mijn eerste goede wedstrijd was in Oedelhem. Daar was ik 16 en het was enorm veel modder. En ik zag dat ik beter reed als er modder was. En dan begon dat zo wat beter te rijden. En dan zo, dat was zo mijn klassement. En zo, ik geloof als je in de top 20 reed, dat je punten kreeg. En de eerste kreeg 30 punten of zo. Zoiets. En dat bepaalde dan je startplaats. En ik kreeg dan zo punten en ik vond dat heel leuk. En dan het seizoen erop kon ik zo soms meestrijden voor de overwinning. En dan een paar keer gewonnen toen ook. En ik vond dat wel heel chic. Zodat je dan zo naar voren wordt geroepen, zoals derde en zo. Ik ben dan tweede geworden in dat klassement. Het smaakte naar meer. Ja. Oké, okay, top. Ja, naast de cyclocross doet je ook mountainbike en rijden op de weg. Wordt dat af en toe iets niet te veel? Nee, want het crossseizoen is zeg maar mijn hoofd toe. Ja. Dan mountainbike doe ik meer gewoon voor fun. En de weg is niet dat ik een even groot seizoen rijd zoals de cyclocross.
Dus weg hoeveel wedstrijden. Ik denk dat ik vorig seizoen 8 wegwedstrijden heb gereden of zo. En 5 mountainbikes of zo. Ik vind het gewoon leuk om Ja. mee bezig te gaan in de zomer. De combinatie van de drie is. Ja. En hoe moet ik dat eigenlijk zien? De cyclocross, dat is dan meer de winter. De op de weg rijden, dat is dan meer in de zomer. En mountainbike, een beetje Dus tussenin. ja, ongeveer. Dus de cross begint in september nu al, vroeger pas in oktober, en eindigt ongeveer in februari. De mountainbike begint eigenlijk redelijk vroeg daarachter, denk eind februari al, maar dan begin ik er nog niet aan, dus ik wacht dan nog even. En de weg begint ook ergens in maart, en dan loopt ook de laatste wedstrijd tot in oktober, november misschien, maar ja, dan ben ik al in het crossseizoen. Ja, en heb je nu al een wegwedstrijd gereden? Nee, ik begin mijn eerste wedstrijd is een gravel race, Ah, oké, want dat is nog niet. iets anders. Wow, om een keer om te proberen, want dan moet ik crossfiets doen. Ja. Ik geloof eind april is die. En dan vanaf daarachter rij ik op de weg. Oké, je gaat meedoen met je eerste gravelwedstrijd. Het is misschien een technische vraag, maar wat is het verschil tussen een cyclocrossfiets en een gravelfiets? Zelf ken ik het niet zo super goed, maar ik weet dat de banden een stuk dikker zijn bij een gravelfiets. En de geometrie bij een crossfiets is veel meer op snelheid gebouwd. En bij de gravelfiets is dat meer op comfort gericht. Cyclocross, mountainbike op de weg en gravel, blijkbaar voor een eerste keer. Hoe ziet een week er voor u uit qua trainingen, qua school en qua alles eigenlijk? Ja, het hangt ervan af wanneer in het seizoen of wanneer op het jaar dat is. In de winter is dat meer. Ik denk dat ik 3 trainingen doe, plus de cross. En studeren voor school. Ja, en in de zomer is dat meer gericht op lange duurtraining. En dan de wegkoers zelf. En dan in de zomervakantie probeer ik zoveel mogelijk lange duurtraining te doen. En soms een keer met de mountainbike te gaan rijden. En Ja. dan in augustus ongeveer begin ik al met de voorbereiding op de cross. Beetje vroeger zelf al. En hoe ziet zo'n voorbereiding eruit? Maar dat is niet zo. Dat is gewoon van na het crossseizoen rij je gewoon minder op die crossfiets. En dan gewoon een paar crosstraining doen, een beetje techniek. En dan de startjes en zo oefenen. Het is niet zo zot hoor. De conditie heb je gewoon al van op de weg fietsen. En dan Ja. moet je gewoon nog een beetje weer gewend worden aan die fiets. Oké, en doe je dat allemaal zelf of heb je een trainer ook? Ja, mijn trainer is mijn papa. Dus ja, dat is gewoon. Het hangt van veel factoren af. Heb ik een grote toets in het examens? Voel ik mij niet goed? Ben ik moe? Dus, dat is wel handig dat dat met papa is. Dan dat je met een trainer kun je moeilijk zeggen: ja, ik heb morgen een toets. Of, Ja. dus dat is nog wel gewoon leuk. En je zei tijdens het crossseizoen, dus in de winter, traint je 3 keer in de week ongeveer, plus dan de cross zelf. Hoe zien die trainingen eruit? Als het echt zo heel koud is, dan is dat meestal gewoon op de rol. Maar als het redelijk mooi weer is, is dat woensdag. Oftewel in het bos een techniektraining doen, oftewel een lange duurtraining. Maar ik zeg het hangt echt veel af van het weer. Anders is het meestal gewoon op de rol. Traptempo en dan soms een keer interval. Een lange duurtraining. Wat moet ik me daarbij inbeelden? Lange duurtraining op de weg, buiten. Was vroeger 60 kilometer of zo, 50, 60. Maar nu ga ik naar de nieuweling en worden de wedstrijden ook al een stuk langer. Dus nu gaan we dat proberen een stuk naar boven te doen. En dat is gewoon de hartslag niet te hoog. En Ja. gewoon eigenlijk trainen op de duur, eigenlijk uw basis leggen. Ja, en wat is zo het doel om te halen qua afstand? Ja, als ik tijd heb rond de 90 kilometer, 100 kilometer misschien, maar ik Ja. weet het nog niet zo goed. Ja, dan zit je wel al best lang onderweg of bezig met zo'n training Ja, natuurlijk. het is ook, want wij rijden niet zo rap op een lange duurtraining, rond de 26 per uur of zo. Dus ja, dan ben je al rap
4 uur bezig voor 100 kilometer. Dus ja, met dan een keer zon en dan nog je kleren aandoen. Dus rap 5, 6 uur met dan nog te wassen ben je kwijt. Eigenlijk een hele dag als je alles... Of een halve dag. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, okay. Dat veel tijd in beslag. Lijkt me niet gemakkelijk om te combineren met school en misschien andere zaken ook nog. Ja, het is soms moeilijk, maar sinds nu kort heb ik ook gezegd tegen papa, ik zou het liever hebben dat we alles de zondagavond in notities op mijn gsm zijn, wat we gaan doen. Hè? Maar dat redelijk relatief is, stel ik voel me niet goed dat we dat kunnen aanpassen. Ja. En we geven dan nu gewoon iedere zondag middag of avond door en dan... Dan weet ik dat en dan kan ik dat ook wat plannen met toetsen. Dan met tante is dan, als je een leerkracht hebt, ja, wil je die oefening die morgen doen? Dat is dan minder leuk, maar ja. Het lukt wel. Tot nu toe lukt het goed. Dus eigenlijk maken jullie zondagavond een soort van planning voor de rest van de week qua trainingen. En dan kun jij zo inplannen wanneer dat je gaat studeren. Maar zo zot is dat nu ook. Je is gewoon in de zetel. Zeg een keer, wat gaan we doen? Gewoon opschrijven en dan gewoon een keer in mijn agenda kijken, want ik heb nog wel een beetje plan. Hoeft niet zot te zijn, hè. Als dat voor jullie zo werkt, ja, dan is dat perfect. Hè? Dan is dat perfect, inderdaad. Top. Voor een wedstrijd, als je een cross rijdt, ervaart je daarvoor stress? Of heb je stress tijdens een cross? Vroeger wel, maar nu eigenlijk niet meer. Nu weet ik ongeveer waar dat mijn plaats is, als ik een normale wedstrijd heb. Maar vroeger, zeker in de LRC, dan had ik echt veel stress. Want dus... En aan wat zou dat kunnen liggen, denk je? Die stress van vroeger? Ja. Ik weet niet. Ik vatte dat heel serieus op. Ik wou dan... Ja, en ik wou dan... Dat ik geen punten verloor, doordat ik dan naar achter ging zakken in het klassement. En op het einde werd dat dan ook spannend voor die tweede plaats, de eerste plaats. Dat ging niet meer lukken. En dan... Ik weet niet, ja, ik had daar dan stress voor. Ja. En we probeerden dan ook zo'n ding, want dan zo snoepjes voor de wedstrijd, om energie en dan... Soms vloog dat er dan nog weer uit. Ja. Dus daar zijn we ook graag mee gestopt. Maar nu is dat weg. Ja, oké. Dus dat was op die leeftijd wel al met klassement rijden. Ja, maar dat is dan eigenlijk weer weggedaan. Naarmate dat serieuzer werd. Dat was gewoon in die nevenbond. Was wel een leuk... hoe zeg je dat? Een leuk concept. Dus gewoon die... De punten die je kreeg, telde dan mee voor de startplaats van de volgende wedstrijd. En dan kwam ik bij de eerstejaars aspiranten in de Belgische Wielerbond. Mm-hmm. Dat is dan met lotje trek, dus dan moet je een nummertje trekken. En dat bepaalde de startplaats. Dus dat was dan eigenlijk minder professioneel. En dat is wel soms ambetant. En dat is nu toch nog 1 jaar, tot en met de tweedejaars nieuweling. En dan is het weer mijn klassement. Heeft dat misschien toch ook een beetje van je stress weggenomen, die lotje trek? Want dat is allesbehalve fijn als je een goede dag hebt en je trekt nummertje 100 en je start op de laatste rij. Ja. Maar misschien geeft dat wel minder stress om te moeten presteren in vorige wedstrijden, ja? Ja. Ik gewoon voor de lotje trek heb ik zo altijd een beetje stress omdat ik daar een kampioen in ben om slecht te trekken. En toen hij mee was, heb je dat gezien. Dat is casual. Dat is normaal. Ik heb een keer 50 van de 50 gedaan. En op Belgisch 168 of zo. Ja, okay. Maar dan dat weet je, als je van achter staat, heb je inderdaad wel een beetje minder stress. En als je vooraan staat, ben ik gewoon blij dat ik vooraan sta. Ja, oké, okay, top. Dus eigenlijk, het was vroeger best serieus en je had daar wel wat stress voor, maar nu is het nog steeds serieus. Maar met het ouder worden misschien, kun je het beter relativeren of zo? Ja, nu weet ik gewoon maar dat mijn plaats is zoals ik al zei. En weet ik van, ja, als het een crossje is, ergens in Beernem, dat de wereld niet gaat vergaan als ik een keer minder goed rijd. En dan dacht ik vroeger alleen van, ik moet nu goed zijn, want anders die punten. Dus ja, dat is wel waar. Eigenlijk is het nu gewoon keiveel fun hebben tijdens die wedstrijd. En in je best doen, zo goed mogelijk proberen te rijden. Maar als het niet is, dan is het ook niet. Ja, inderdaad. En stel, je presteert iets minder dan dat je in je hoofd had. Zet je daar dan wel teleurgesteld om na de wedstrijd? Teleurgesteld, ja, tuurlijk, een beetje. Maar dan gewoon denk je van, wat kon ik anders gedaan hebben?
Dan thuis, ik heb ook zo'n GoPro onder mijn stuur hangen. En post die dan op YouTube. En dan kijk ik ook een keer, soms als het een minder goede wedstrijd van was. Ja, misschien had ik met die moeten meegaan of daar anders. En dan een klein beetje kijken, maar meestal gewoon op naar de volgende wedstrijd. Ja, even knop omdraaien Ja. en de volgende keer gaat het Ja, wel beter. Maar inderdaad. je gaat daar dan wel mee om als in, ik analyseer wel de wedstrijd die ik gereden heb om te leren voor de volgende wedstrijd. Maar zo zat nu ook weer niet, maar gewoon ik bekijk dat dan een keer en ja, zo van ja, dat had je niet moeten doen of met die Ja. moest ik meegaan, want die is dan uiteindelijk wel nog vooraan geraakt. Maar ja, nu is het echt gewoon makkelijk zijn van ja, moest gewoon met die mee geweest zijn, denk ik dan, maar dan het lukt gewoon niet in de wedstrijd, je benen al niet. Ja. En nu heb ik daar ook veel last van met dat je sommige jongens al heel een groeispurt hebben gehad. Ik ben er Ja. nu mee bezig, maar ik heb daar wat probleempjes mee, dat ik minder kracht had en dat ik Ja. dan moest halen op de techniek en op de rechte stuk, dat ik het dan lastte. Kunt je niet forceren natuurlijk zoiets. En binnen Nee. een paar jaar is dat ook wel weer Komt allemaal in orde. weggeruimd. Sowieso. Ja, ik ervaar wel zo iemand als chill. We zien wel. Ik koers heel graag. Ik doe dat super graag. En als ik goed rijd, rijd ik goed. Als ik minder goed rijd, rijd ik ook minder goed. En je bent er dan wel door teleurgesteld, maar het is niet dat de wereld vergaat, zoals je zelf zegt. Nee. Maar ervaart je druk van iets of iemand? Druk, nee. Soms ben ik gewoon een beetje gestrest voor school. En als ik dan nog een training moet doen, maar dan zeg ik dat, dan spreek ik met papa en dan wordt het aangepast of zo. Maar soms gewoon het meeste stress heb ik door dat ik nog zoveel moet doen voor school en zo. Maar ik heb niet zoveel stress. Gelukkig. Dat moet ook niet, hè? Om Nee, die dat is nog veel liefde. te vroeg. Ja, exact. Je bent heel populair op sociale media, YouTube, Instagram, Facebook. Geeft dat dan extra druk om het goed te doen? Van er kijken wel echt heel veel mensen naar mij, van hoe dat ik hier bezig ben? Of zit je daar totaal niet mee bezig? Nee, zeker niet. Ik vind het gewoon leuk om dingen te delen met mensen en om jonge renners te inspireren. Ik vind het altijd wel leuk. Dus ik heb er zeker geen druk voor. Heb je het gevoel dat je dingen moet opofferen om te trainen? Nee, zo goed als bijna nooit. Nee, eigenlijk niet, nee. Fietsen is gewoon je ding en je ziet dat Ja, dat totaal is. niet als een opoffering. Nee, dat is gewoon mijn hobby. Ik doe dat gewoon graag. Dus, nee, zeker niet. Zo moet dat. Zo moet dat op die leeftijd. Ja, je zei het daar straks al. Je papa is je trainer. Maar in het algemeen, hoe belangrijk is uw omkadering voor u? En daarmee bedoel ik dan vooral uw familie. Ja, heel belangrijk, denk ik. Want ja, zonder mijn familie zou ik niet eens naar de wedstrijd geraakt. Nee, soms is het uren rijden naar de wedstrijd. En ja, nee, dat betekent veel voor mij. Ook gewoon als oma en opa, ook al doen die niet iets speciaals of zo, is dat gewoon leuk dat die daar staan. Ik weet dat ze daar ook van genieten, dus dat is altijd wel leuk. Jij hebt het gevoel dat je naast fietsen en school nog tijd hebt voor andere dingen? Of heb je nog nood aan andere dingen? Nood? Nee. Soms is afspreken met mijn vriend, maar nood aan iets anders? Nee. Het is soms moeilijk om nog piano te spelen, dus zo heel veel tijd heb ik ook niet voor andere dingen. Ja, oké, leuk. Piano, ik ben benieuwd wat je zelf is iets spelen Ik voor zal mij. dat doen, maar het is alweer lang geleden. Dat is Hè. oké, dat is Maar ik ga gewoon nog oké. Oké, spelen. ik ben kei benieuwd. Heb je al last gehad van blessures? Nee, ik hou houdt van zo'n. Ik ga mij houden vast. Eigenlijk nog nooit mijn enkel een keer omslaan, maar dat is het zotste. Is dat het zotste? Ja, niks, eigenlijk Oké. speciaal. Opnieuw houd vasthouden Ja. dat het zotste blijft. Ja, ik kan nog vragen hoe gaat je daarmee om? Maar Nee. je bent er nog niet mee moeten omgaan. Maar doe je dan ook aan preventie om dat te voorkomen? Ja, iedere dinsdag. Doe ik core stability bij Balans in Anzeghem. Daar proberen we mijn rug te versterken, mijn knieën, zodat het allemaal goed stevig is en zo, om dan een beetje voor te komen. Ja, en zit dat dan bij in die drie trainingen of is dat nog een training apart?
Dat is wel een training apart, maar ik zeg soms is twee, soms is drie. Het is ook een balans vinden tussen het fietsen, maar school is minstens en misschien zelfs belangrijker dan het fietsen. Ja, maar één ding gebeurt met fietsen en het is... Ja, exact. Allemaal. Maar ja. Dat is heel mooi dat je daar zoal op die leeftijd al zo naar kunt kijken. Want ik kan me inbeelden dat andere jongens van 14, 15 jaar vol voor die droom willen gaan en ik wil prof worden. En ik zeg niet dat jij dat nu hebt, hè, maar je staat wel iets bewuster in het leven of zo. Dat is wel gewoon zot, hoor. Het zijn er echt gewoon die echt al even wil trainen like een prof. Bijna, ik zal het zo zeggen. Dat echt gewoon niet normaal is. Dat ik zeg van, moest ik dat doen? Kort ziek. Ja. Maar daarmee dat het belangrijk is, gewoon je eigen lichaam kennen en weten wat dat je aan kunt en gewoon niet over je eigen grens gaan. En ik denk dat jij dat heel goed kunt. Ja, precies. Zijn je al bezig met je eten? Nee, maar sinds een week probeer ik minder boterhammetjes met choco te eten. Vroeger had ik gewoon 6 boterhammen met choco en dat was iedere ochtend. En dan probeer ik nu een keer mijn confituur te vervangen, maar het lukt wel tot nu toe. Ik heb nu wel vanochtend hagelslag gegeten. Wat heb je gegeten? Hagelslag. Ah, dat is iets anders dan choco. Ja, dat is niet veel beter. Nee, dat is waar. Dus voor de rest, je doet niks speciaal van eten. Ook niet voor de wedstrijd? Nou, dan wel. Dan, 's ochtends eet ik dan crispies, cornflakes. En dan 3 uur voor de wedstrijd, gewoon pasta met niks erbij. En dat is dan, ja, dan erachter mag ik weer, eet ik meestal gewoon frietjes. Ja, je drinkt ook nog chocomel na de wedstrijd. Ik heb dat al van heel veel sporters gehoord, dat echt iets is wat je moet doen, chocomel drinken na een inspanning, maar wat doet dat precies? Ja, dat is heel goed voor recuperatie en het heeft de juiste combinatie met eiwitten en koolhydraten. En het is ook lekker, dus ja, binnen het kwartier na de inspanning drink ik een flesje zo groot leeg. Om af te sluiten, wat is uw ultieme doel? Binnen het fietsen. Binnen het fietsen en daarbuiten. Binnen het fietsen, ja, natuurlijk gewoon Mathieu van der Poel worden, even goed. En buiten het fietsen, om mijn YouTube-kanaal uit te breiden en om chiropractor te worden als er niks wordt met fietsen. Oké, superleuk. En wie heb jij daarvoor nodig om dat ultieme doel te kunnen bereiken? Wie heb ik daarvoor nodig? Mijn hersenen voor chiropractor en mijn been voor het fiets. Nee, mijn ouders, die zijn er wel altijd om te steunen. Ja, en dan gewoon de omkadering er een beetje rond. Maar dat komt wel allemaal nog later met ploegen en zo. Dat is nu nog zo zot niet. Oké, perfect. En dan heb ik nog één heel algemene vraag om af te sluiten. Wat is voor u de impact van topsport op een gezin? Een goede vraag. Op deze leeftijd nog niet zo zot. Maar ik denk, moest je samenleven met Remco Evenepoel, denk dat echt dat je veel dingen moet laten en ook je vrouw en je gezin. Ik denk dat dat wel een redelijk grote impact heeft, zeker als je prof bent. Oké, top. Ik denk dat ik alle vragen gesteld heb. Dikke merci om tijd voor mij vrij te maken. Ja, ook bedankt, Lena. Ja, natuurlijk heb ik niet alle vragen kunnen beantwoorden van jullie. Als jullie nog vragen hebben voor mij, laat me ze zeker weten in de comments. Bedankt allemaal om te kijken. En niet vergeten, like en subscribe.